iedereen die in dat systeem nu zit, we hebben elkaars gegevens allemaal, dus wie weet, Wim, krijg je wel iemand aan de lijn. 4.0, Robot Meets Service Engineer, 4.0 zijn we inmiddels. Ja, ik ken het nieuwe werken, ik ken de mens 2.0, jij bent bij 4.0. Ja, goed, Rivo is zich bezig met industriële automatisering en besturing. En we zitten ook midden in die vierde industriële revolutie. Ah. Dat betekent dat er op onze mensen heel veel afkomt. Sleuteltechnologieën, digitalisering, spraken we net al over, maar ook robotica, kunstmatige intelligentie. Ja, er zijn heel veel thema's die veel van onze mensen vragen. Bijvoorbeeld die voerrobot, en daar zijn we natuurlijk al jaren mee aan het ontwikkelen. Het ding is klaar, kan naar de markt toe. Ja, het is nou zaak natuurlijk dat die voerrobots ook 24/7 beschikbaar blijven. Wat je heel mooi ziet is dat die service engineers zelf informatie kunnen toevoegen. En waardoor we junioren veel sneller kunnen opleiden. Ja, en wat, hoe is het voor die mensen die dit opeens in hun zak hebben zitten? Kunnen die er allemaal meteen mee werken? Het zijn natuurlijk slimme mensen waarschijnlijk. Ja, het gaat in de mix. En, waar wij tegenaan liepen, je ziet dat onze mensen vaak jaren nodig hebben om kennis over dit soort systemen op te bouwen. En je bent als bedrijf ook heel kwetsbaar als iemand een organisatie natuurlijk weer verlaat. Dus je hebt behoefte om die kennis natuurlijk vast te leggen. Maar ook als nieuwe mensen bij onze club komen, help ze snel in het zadel, leercurve verkorten. Maar ook ad hoc storingen sneller kunnen oplossen door junioren. Ja, dat helpt ons als bedrijf, maar ook onze partner, Cyplo in dit geval. Ja, hoe kun je hen helpen om eerst en tweede lijns servicevraagstukken op te lossen? En waar dan Rivo als kennisclub als derde lijn achter staat. Een heel mooi voordeel is, we kunnen veel beter opschalen en een Duitse dealer opleiden met kennis van dit soort systemen. En daardoor veel sneller internationale van dit soort systemen uitleveren. Meneer Koolmees, als u dit zo hoort, wat spreekt u dan aan in dit verhaal? Nou, wat ik heel erg leuk vind is dat eigenlijk je bedrijfsmodel verandert hierdoor. Omdat je dus veel meer mensen op hoger niveau kunt inzetten. Ja. En veel minder, zou ik maar zeggen, een soort leerling-gezelachtige, wat voorheen waarschijnlijk je model was. Ja. Dat is toch gewoon voor productiviteitswinst en voor beter de klanten kunnen bedienen. Dat vind ik heel interessant hoe snel dat dan ook kan, hè? Ja, het mes snijdt aan twee kanten. Junioreninstroom worden sneller opgeleid, maar ook senior medewerkers houden hun uitdagingen. Zijn niet repeterend met dezelfde vraagstukken bezig. Dus dat is ook werktevredenheid of de uitdaging van de werknemers dat het ook toeneemt? Ja, absoluut. En je bent natuurlijk gaaf bedrijven voor te werken. En moderne technologie, je kunt je snel ontwikkelen. Je kunt zelf ook jouw leercurve beïnvloeden. En wat moet ik doen om medior te worden of om senior te worden? En dat ligt natuurlijk vast. En dat is een stukje top-down. Mensen aanreiken wat belangrijk is in je functie. Maar mensen kunnen zichzelf ook veel sneller ontwikkelen op eigen initiatief. En daar moet je ook de goede mix in zoeken. Staatssecretaris Keijzer, als ik nog even mag vragen. De robotica, de megatronica. Ja, het zijn voor mij robotica. Ken ik wel een beetje megatronica? Dat is dit ook. Belangrijke sector voor Nederland. Belangrijk commentaar. Ja, dit is ook weer zo'n voorbeeld waar ik het net ook over had. Dit gaat gewoon gebeuren. En het is trouwens ook iets wat noodzakelijk is met een afnemende beroepsbevolking. Als we niet robotiseren, dan op een gegeven moment hebben we de mensen niet meer. Dus is het van belang dat dit gebeurt. Wat ik vaak hoor is, ja, maar is er dan nog wel straks werk voor lager opgeleide mensen? Ja. En dan bedoel ik niet universitair geschoold. Ja, zeker wel. Want die robots moeten gebouwd worden en onderhouden worden. Dus er is absoluut nog steeds gelukkig veel behoefte aan mensen met gouden handen. Dus dat is gewoon echt heel goed. En wat ik heel mooi vind ook aan het voorbeeld van jullie, is dat jullie ook nadenken over de menselijke kant daaraan. Want ja, het is nu eenmaal wel een machine. En wat betekent, hoe verhoud je je als mens daartoe? Ja, en dat is gewoon ook een vraagstuk wat je met elkaar moet adresseren. Leeft mensenwerk. En ja. Generieke kennis, we moeten natuurlijk al veel meer gaan samenwerken met opleidingsinstituten, met kennisinstellingen. En om überhaupt die techneur te enthousiasmeren, want dat is natuurlijk al lastig. Maar dit is natuurlijk hele specifieke kennis die over zo'n voerrobot gaat, of over een appelplukkerrobot, of over een smart bakery systeem in de industriële bakkerijen. En het is natuurlijk niet alleen maar een voerrobot, het gaat veel breder. En daar komt telkens weer die technologie komt daar naar voren toe. En wel blij dat ik zelf niet al die kalveren hoef. 2000, hè? Daarom willen mensen ook graag dit soort systemen. Ja, en appels plukken ook. Ja, deze kant gaat het. Ja. Ik begrijp dat u ook een slim budget heeft aangevraagd. Dus dat klopt. Voor de leercultuur in het MKB. Ja, dat klopt. We hebben dit project gedraaid, klaargezet. En Cyplo, de fabrikant van de voerrobot, is heel enthousiast.
We noemen een samenwerkingsvorm met Munkhoff, die maakt appelplukrobots, appelplukmachines. En samen met Siplo om dit platform verder te gaan vullen. Want er moet natuurlijk heel veel content moet hierin, maar ook de organisaties ontwikkelen. En dit maakt ook heel bewust van, oké, ik moet nadenken over een functieprofiel, over een leerweg die ik moet gaan volgen. Dus het gaat veel verder als alleen maar die hard skills. En het gaat ook over soft skills, het gaat ook over mensen ontwikkelen, zorgen dat ze langer bij je organisatie blijven werken en minder snel uitstromen. En die glim is toegekend, hè? Dus die gaat eigenlijk wel. Nu eerst het MKB-idee, het goed idee. Ja, we hebben een prachtig boek met een voorwoord van demissionair staatssecretaris van Keizer. Zelfgeschreven. Jazeker, het hele boek is zelfgeschreven. Door iedereen. Nee, niet het hele boek, alleen het voorwoord. Ja, alleen het voorwoord. En hier staan de mooiste voorbeelden. Sta je er eigenlijk ook in, Wim, of niet? Ja, tuurlijk. Daarom krijg jij dit boek natuurlijk ook. Waar is dat alweer, Michiel? Ja, pagina 47. Laatste voorbeeld. En dit krijg jij. Je krijgt het eerste exemplaar, Wim, omdat we jou eigenlijk willen belonen voor jouw inzet. Omdat we het ook een prachtig project vinden. En de staatssecretaris heeft het officiële eerste. Dat was de allereerste die van de band rolde. Die door de robot van de band is geplukt. Zeker. En ik wil graag aan de staatssecretaris vragen om hem Ik wil deze als het eerste exemplaar aan jou overhandigen. Dit is nou zo'n voorbeeld. Vaak als je wel eens ergens naartoe gaat, dan neem je een cadeautje mee. En dan denk je, ja, jeetje, het hoort zo. Maar ja, wat hebben ze er eigenlijk aan? Nou, dit is nou een voorbeeld van een cadeautje waar mensen ook echt wat aan hebben. Want hier staan alle voorbeelden in uit 2018 en 2019. Dus voorbeelden hoe met MKB-ID midden- en kleinbedrijf zichzelf heeft ontwikkeld. Dus dat is echt alleen maar goed. Want lerend en innoverend midden- en kleinbedrijf hebben we gewoon nodig om onze economie draaiende te houden. Zeker ook de komende tijd. Je hoort mensen wel eens zeggen, als ze een beetje in een dipje zitten in hun werk, had ik maar een vak moeten leren. Nou, hier zitten nou alle voorbeelden in van vakken die je kunt leren. Of omdat je vanuit een bepaalde sector de techniek ingaat, waar ze om je staan te springen en met dan ook hoe je dan opgeleid gaat worden. Maar zeker ook, en dat wordt bij een afnemende beroepsbevolking alleen maar interessanter, hoe je je bestaand personeel kunt helpen om te scholen, bij te scholen, om mee te gaan doen in die digitalisering, het steeds meer technisch worden van ons bedrijfsleven. Dus het laatste voorbeeld, de laatste zullen de eerste zijn, staat geschreven, ben jij zelf. Dus je bent zelf ook een van die inspirerende voorbeelden. En ik hoop dat het echt zijn weg gaat vinden naar alle ondernemers, ter inspiratie, ter lering en ook gewoon ter vermaak, want het is gewoon ook ongelooflijk leuk om allemaal te doen. Jij dank voor al jouw werk daarin en ik zou zeggen, zeg het voort. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel, je hoeft geen acceptatiespeech te houden. Bedankt je en je hebt wat te lezen onderweg naar huis. Dankjewel. Dankjewel, Wim. Ja.